Schuster. Geen kwaaie bal van Schuster. Teruggekoopt en Akiri probeert het in één keer en doet dat uitstekend. Nee, het is een mooie goal van de middenvelder. Niets meer dan 20 minuten ver. Tubeke komt hier op 1-0 tegen Westerlo. Akiri twijfelt niet. Die trapt die bal lekker binnen. Daar is de kopbal en daar is de goal. Nee, redding van de Fournier. Dit was gevaarlijk. Wouter Korsjes. Met een goede kopbal. Ze gaan blijven die vrije trappen, die hoekschoppen weggeven. Tubeke. Dan gaat dat toch vroeg of laat een keer verkeerd aflopen. Nog eens kijken van Eno. Het hoofd van Korsjes. En nog de redding van de Fournier. Lipini. Goed van Wiedemont. Lipini met de voorzet. De kopbal. Nee, Harry trapt en trapt hem binnen. Het staat 2-0. Het is Henri die scoort. En die, vrees ik, ervoor zorgt dat Westerlo hier met lege handen gaat achterblijven. In de tweede helft waarin Westerlo, ja, 25 minuten lang heeft wel genoeg kansen, heeft afgedwongen om dat doelpunt te maken. En scoren lukte niet. Wiese. Dit is voetbal. Het is een cliché. Het is een ongeschreven wet. En dat klopt al zo vaak. Als je die kansen niet afmaakt, dan krijg je vroeg of laat een deksel op de neus. En goed, het kan nog daar. Is de kopbal van Rommes. Ja, dit was alweer een hele grote kans. Heel erg dichtbij. Hoopt hij de bal. Zomaar in de handen van de Fournier. Goeie voorzet van de man daaraan. De linkerkant, de Walen. Abrahams doet dat goed. Abrahams kan zich doorzetten. En dan gaat hij er uiteindelijk niet in. Bal tegen de paal. En ook binnen de herneming is dat geen doelpunt. Otto is daar geveld. Dit was bijna dat doelpunt eindelijk voor Westerlo.